Leuk dat je kijkt naar de vierde episode van Jana's Fitness Journey. Ik wil dit vandaag wat anders aanpakken en heb daarom voor jullie een day in the life of moi gefilmd. Waarbij ik jullie dus eigenlijk laat zien hoe zo'n dag voor mij, als ik ga sporten, eruit zal zien. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Here we go! Ik sta elke ochtend wel met spierpijn op. Word dan daarom ook heel erg rustig wakker en ga naar de keuken om wat ontbijt te maken. Ons ontbijt is altijd erg simpel. Het bevat meestal oats met melk of yoghurt en fruit. En vandaag was het alleen banaan getopt met kaneel en yoghurt. Nou, het is daarna tijd om me om te kleden en naar de gym te gaan. Ik neem alleen wat essentiële spulletjes mee, zoals mijn handdoek, mobiel, oordopjes, water en ga dan naar de gym in ons eigen condo. Ik begin de ochtend altijd met een HIIT training en dat doe ik dan meestal op de loopband. Na mijn warming-up knal ik de loopband op een van de hoogste hellingstandjes en ga dan 30 seconden sprinten en vervolgens 30 seconden lopen. En dat doe ik dan net zo lang totdat ik de 20 minuten heb bereikt. Na mijn HIIT training ga ik gelijk naar huis om een yoga session met Adrian te volgen. En dit is dan eigenlijk ook gelijk mijn cooling down. Send the sit bones way back, extended child's pose, but with active arms here today. So actively reach the fingertips forward and then melt your heart back. And exhale, release, interlace the fingertips, open the heart, the shoulders, knuckles down. Take a deep breath in here, and on an exhale, hug the warrior belly comes to the top of the thigh. We pause here, or we continue the journey down really strong through that back leg, my friend. The crown of the head over. Lower body super strong, drawing navel in. Open your heart. Na te hebben getraind van mijn ochtendtraining neem ik meestal gelijk een snack, zoals yoghurt met fruit, waar Angel dan graag altijd een hap van neemt. In de middag gaan we meestal gewoon werken, toeristje uithangen of nog even chillen in het zwembad. Daarna is het alweer tijd om krachttraining te doen en gaan we op weg naar de gym. En vandaag was het toevallig rug. Ik sluit de krachttraining dan altijd af met rek- en strek oefeningen en ook de specifieke stretches die ik moet doen om een split te kunnen. Dit gaat so far so good. Nou, dan is het dan weer tijd om naar huis te gaan, te douchen, eten en te gaan slapen. En dat is dan a day in my life. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Mocht je nog wat opmerkingen of vragen hebben, laat het dan in de comments achter. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie terug in de volgende fitness journey. Bye guys!